Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Je hebt het aan de titel al kunnen zien. Ik heb een Action Shop blog voor jullie. Ik ben vlak voor de lockdown begonnen nog even naar de Action geweest. Het is zelfs van 2 keer naar de Action gegaan, want de eerste keer hadden ze niet alles. De tweede keer ging het wat beter. Dus ik heb weer wat spullen meegenomen bij de Action. En die ga ik laten zien. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn gekochte aankoopjes die ik bij de Action heb gedaan, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Zoals altijd zal ik de prijzen in beeld neerzetten. Dus als je wilt weten wat iets heeft gekost, staat het ergens hier in het beeld. Ik heb allereerst eventjes inpakpapier gekocht. En ik heb kerstinpakpapier gekocht. Ik heb er eentje met rendiertjes erop. En het feit wilde, ik wilde dit keer een keer echt inpakpapier. Elk jaar als ik kerstpapier koop, heb ik van wat folie. En ik vind dat toch drama met inpakken. En ik wilde nu echt inpakpapier. En dat hadden ze nu gelukkig. Dus allereerst dus deze met rendiertjes erop. En deze, hier staan een soort lampionnetjes op. Of het echt per se voor de kerst is, weet ik niet. Maar hij viel onder kerstpapier. Dus nou ja, die heb ik daar in ieder geval gewoon meegenomen. Dan kan ik in ieder geval de kerstcadeautjes inpakken. Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Dan heb ik ook iets wat ik eigenlijk al een hele tijd wilde hebben. Maar wat ze dus elke keer niet hadden. En dat is dit make-up organizertje. Alleen ik heb hier een ander doel voor. Want ik wil deze in de badkamer zetten. En ik wil hier eigenlijk ook lenzenspullen in doen. Ik merk nu dat het nogal snel valt. Ik weet ook eigenlijk niet of dit los... Ja, het zit gewoon los. Dus het is, je kunt dit van elkaar afhalen. En hier kun je dus normaal ook make-up in doen. Maar hier kun je dus ook gewoon andere spullen in doen. Ze hebben hem hier gevuld met make-up. Maar ik wil hem dus in de douche gaan gebruiken. En ik was dan heel blij dat ze hem nu hadden. Want ik wilde hem al heel lang hebben. En elke keer hadden ze hem niet. Dus dan kan ik de douche weer een beetje gaan organiseren. Vind ik ook altijd wel prettig. Dan heb ik een snijplankje meegenomen. Ja, snijplank is ook altijd wel handig. En ik vond deze al heel erg leuk. Hier staat ook echt kitchen op. En ja, je ziet eigenlijk gewoon allemaal dingen die je in de keuken gebruikt. Ze hadden best wel veel verschillende, maar ik vond deze zelf het leukste. Dus die heb ik mooi meegenomen. Want ja, een snijplank is gewoon altijd wel handig om extra te hebben, vind ik. Dan heb ik nog even van die lamineersheets meegenomen. Die je dus kunt gebruiken bij je lamineerapparaat. Ja, die zijn ook altijd wel handig om in huis te hebben. Dus ik dacht, nou, dan heb ik gewoon weer eventjes een setje liggen. Vind ik zelf altijd wel heel erg fijn. Dan heb ik 2 setjes met stickers meegenomen. En dit zijn ook een beetje herfststickers. Ik heb allereerst deze. Hier staan ook wat dieren op. En ik vond hem wel een beetje in de kerstsfeer. Kerstsfeer zeg ik, herfstsfeer moet ik zeggen. En aan de achterkant heb je dan dit soort stickers. En ook leuk met dieren. Ik zie pompoen. Ik vond deze wel heel erg leuk. Dan heb ik ook deze. En deze vond ik ook gewoon heel erg leuk. Ja, ik zie ook wel wat herfstdingen. Want zoals ja, hier tea time en zo. Maar het hoeft niet per se voor de herfst te zijn. En op de achterkant heb je ook zelfs wat dingen met happy birthday staat erop. Make a wish, thank you. Gewoon hele leuke stickers weer. Dus die heb ik ook eventjes meegenomen. Dan heb ik een handmixer gekocht. En ik wil met oud en nieuw oliebollen gaan bakken. En ik heb wel zo'n staande mixer, een soort staafmixer. Maar ik merkte toch vorig jaar dat ik daar heel veel klontjes nog aan overhield. Dus ik dacht, ja, eigenlijk is een handmixer toch wel wat beter. Bij de Action had je zwart en wit. En toen heb ik lekker voor zwart gekozen, want dat vond ik de mooiste. Het liefste had ik een roze mixer gehad. Die heeft de Lidl een tijdje geleden gehad. Maar die hadden ze niet meer. Dus toen dacht ik, nou, dan neem ik gewoon een zwarte. Er zitten ook van die... deze dingen bij. Dus je hebt zeg maar zo eentje, maar ook gewoon zo. Dus die kan ik mooi gaan gebruiken voor de oliebollen. Hij is 250 watt. Je krijgt ook nog eens 2 jaar garantie. En ik heb van deze kleur heb ik ook de waterkoker. Dus ik vond het wel leuk om zwart te nemen. Leg alles eventjes neer.
Dan heb ik nog een setje met clear stamps en een snijmal meegenomen. En dat is deze. Hier staat op Memories Last a Lifetime. Just Say Cheese. Every Day a Fresh Heart. En Open Your Mind. En ja, daar heb je dus gewoon zo'n dijkutje bij. En deze die kun je gebruiken in die machine die ik zelf ook heb. Maar ik vond deze wel heel erg leuk. Dus die is ook nog eventjes meegegaan. Dan heb ik een coloring set. En hier zitten 46 kleurpotloden in. En deze zit in een oprolbare etui. Dus die kun je zeg maar gewoon zo oprollen en netjes opbergen. Dan heb ik al best wel wat kleurpotloden. Maar ik dacht, nou ja, een setje erbij is eigenlijk nooit verkeerd. En ik vond deze wel goed uitzien. Je hebt ook best wel verschillende kleuren. Je ziet hier op de achterkant wat er allemaal in zit. Die vond ik wel interessant uitzien. Dus die heb ik meegenomen. Dat ik ook weer wat meer met kleurpotloden kan gaan de kleuren. Want dat vind ik ook altijd wel heel erg leuk. Dus die. Ik had met Sinterklaas een heel leuk katje gekregen. En toen dacht ik vind het eigenlijk wel leuk om er nog eentje bij te hebben. Dus ik heb zo'n zakje meegenomen met een katje erin. Dus ik ben wel heel benieuwd welke erin zit. Ik vond het gewoon heel erg schattig. Dus ik dacht, nou, ik vond het zo verrassend om het open te maken. Laat ik nog zo'n zakje meenemen. Dus ik ben wel benieuwd welke hierin zal zitten. Dan heb ik ook nog zo'n setje meegenomen. En dit is een Be Creative Art Box. Hier zitten ja, allerlei dingen in. Een gum, een puntenslijper, een mannequin. Er zitten zelfs een kleurboekje zit erin. Er zitten ook nog wat kleurpotloden in. Een black charcoal pencil, een white charcoal pencil en 6 sketch pencils. Dus ja, eigenlijk een heel compact setje met allemaal leuke dingetjes erin. En zo'n mannequin kun je dus ook gebruiken om echt een poppetje te tekenen. Dat is wel een handig hulpje als je ook niet zo heel goed... Ik ben niet zo heel goed in mensen tekenen. Het kan wel een leuk hulpje zijn. Ik vond deze wel leuk uitzien. Dus ik dacht, nou, die kan ik wel eens proberen of het wat is. Dan heb ik ook nog even een basic item en dat zijn weer... Oh, wat stom. Ik had stofzuigers ook gekocht, maar ik zie nu dat ik de verkeerde heb meegenomen. Ja, dat is niet slim. Ik moest de Miele hebben en ik heb dus de verkeerde stofzuigers ook gekocht. Dus daar heb ik niks aan. En aangezien de winkels dicht zitten, zal ik hem ook niet kunnen ruilen. Maar misschien dat de ruiltijd nu nog wat langer is. Dus ja, dat zou kunnen. Want ik ben dinsdags geweest en zaterdag gingen de winkels dicht. Dus, nou, dat moet ik eventjes bekijken. Maar dat was niet zo heel slim. Dan heb ik zo'n een micro hobbyboxje meegenomen. En deze kun je voor heel veel doeleinden gebruiken. Je kunt er bijvoorbeeld kraaltjes in opbergen. Ook bijvoorbeeld als je een diamond painter bent. Dan kun je bijvoorbeeld je overige kraaltjes hier neerleggen of je steentjes. Ja, je kunt hier best wel veel dingen mee. Ik dacht, nou, het is altijd handig om wat dingetjes in op te bergen. Hij ligt bij de knutselafdeling, maar je hoeft hem daar natuurlijk niet voor te gebruiken. Want je kunt hem indelen zoals je zelf wil. Dus die heb ik ook meegenomen. Dan heb ik een badmatje gekocht. En ik had nu één badmat en ik vond het toch wel wat weinig. Ik dacht, ik wil er eigenlijk eentje bij hebben. Dus eindelijk vond ik ze weer eens bij de Action. Want ik had al een tijdje gekeken en elke keer vond ik alleen maar die anti-slip matjes. Maar nu hadden ze gewoon weer een echt badmatje. Ik heb nu maar een zwarte gekozen. Je had ook niet heel veel keuze uit verschillende kleuren. Dus ik dacht, nou weet je, neem ik gewoon een zwarte mee. Is ook dikke prima. En ik heb ook een wc-matje gekocht. Die hadden ze alleen in een roze of een witte kleur. Dus ja, nou heb ik een witte. Nou, op zich ook niet erg. Weet je, je moet je gewoon regelmatig wassen. Ik had het leuk gevonden als ze een roze hadden gehad, maar die hadden ze niet. Dus nou, gewoon echt heel simpel. Altijd fijn een toiletmatje in je toilet. Ik vind het toch wat gezelliger aanvoelen. Maar bij mij is het wat lastiger omdat ik de douche en wc in één heb. Dan hebben we nog een heel basic item en dat zijn de scheermesjes. Ik vind deze heel erg fijn en je krijgt er bij de Action altijd 2 gratis. Dus je hebt in totaal 6 mesjes. Eerder gebruikte ik altijd die goedkope van de Action, maar die vond ik toch niet meer zo fijn. En deze werken heel fijn, dus ik dacht, nou, die weer eventjes meenemen. Dan heb ik nog 2 hele leuke mokjes meegenomen. Die heb ik even heel goed ingepakt.
Allereerst deze met een heel lief katje erop. Ja, ik vind het heel lekker om koffie te drinken. Dus ik vind dit soort mokken heerlijk. En ik vond deze zo leuk met het kleine katje erop. Want ik ben natuurlijk een kattenfan. Die vond ik heel erg leuk. Maar ik heb er nog eentje. Een bonnetje. En dat is... met een konijntje. Want ondanks dat ik helaas geen konijntje meer heb, vind ik konijnen nog steeds wel heel erg leuk. Dus die vond ik ook heel erg leuk. Dus die is ook mee gekomen. Ja, daar was ik wel weer heel blij van. Die kunnen dan mooi in de afwas. Kan ik ze lekker gaan gebruiken. Ja, dan heb ik nog twee inkpadjes gekocht. En dit zijn de Choke inkpads. Ik had hier de laatste keer bij mijn Action Shop nog al een paar van meegenomen. En er ontbraken nog een paar kleuren. En dat was allereerst deze. Ja, goeie. Ja, hier zitten vooral wat groene en ja, een grijze en ook een zwarte kleur in. Dus dat is deze. Ik heb ook de blauwe variant en hier zit ook paars bij. Er staat in totaal dat ze 6 setjes hebben. Dus ja, ik weet niet, het kan zijn dat ik ze nog niet allemaal heb hoor. Maar het is ook net, ligt er ook net aan wat ze hebben. Dus in ieder geval deze twee weer even. Daar ben ik ook wel blij mee. Want ik stempel best wel graag. Dus het is best wel fijn om stempelsetjes in huis te hebben. Dan heb ik even een hardware set meegenomen. En deze had ik nodig. Want ik wil een DIY projectje gaan doen met een soort deurbordje met mijn naam erop. En daar had ik iets voor nodig waar ik dat mee kon bevestigen. Want er zit dus geen haakje aan. En hier zitten dus haakjes aan. En die kan ik gewoon erin bevestigen. En die kan ik dan mooi ophangen. Dus ik heb ze eigenlijk gekocht voor deze haakjes die erin zitten. Maar je krijgt gewoon gelijk een heel setje. En dat komt altijd wel weer van pas. Weet je, ook dit soort dingetjes zitten erin. Ook haakjes, ja. Het is gewoon heel erg handig om in huis te hebben. En ik was eigenlijk verrast dat Action het weer had. Want ze hebben een tijdje, was het best wel karig op het gebied van gereedschapsspullen. Maar nu hadden ze het weer. Dan hebben we nog een basic. En dat is weer even een screen protector voor de Apple Watch. Ja, die neem ik ook eigenlijk elke keer mee. Want ik merk wel dat ze wat sneller kapot gaan. Ze hechten ook iets minder goed. Maar ja, ze zijn ook wel super goedkoop, weet je wel. En als je ze online bestelt, ben je al gauw 10 euro kwijt. En dan denk ik, ja, 10 euro voor een stukje plastic. Maar vind ik dat toch niet helemaal nodig. Dus ik heb die gewoon weer eventjes meegenomen als reserve. Dan heb ik nu nog vooral wat artikelen van de beauty afdeling. Allereerst weer even het haarmasker, de Color Protect Keratine Hair Mask. Nou, die heb je al heel vaak voorbij zien komen in video's van mij. Die vind ik gewoon nog steeds heel erg fijn. Die gebruik ik graag. Dus ik dacht, die van mij, ik had net mijn nieuwe pot aangebroken. Dus vind ik het fijn als ik weer een backup heb staan. Dus die kan mooi weer in de bak, in de douche. Dan heb ik die weer mooi op voorraad. Dan heb ik 2 keer een cosmetisch headband gekocht van Betty. En deze vind ik gewoon altijd heel erg handig als ik mijn make-up doe. Om mijn haar naar achteren te doen. Ik heb nu 1 zo'n haarbandje en die is wit. En die moet best wel vaak in de was. En dan merk je toch dat je eigenlijk niks meer hebt. Dus ik dacht, nou, laat ik ze meenemen. Maar je kunt hem ook gebruiken als je bijvoorbeeld lekker een maskertje op doet. Deze is roze met rode stipjes. Ik heb ook nog een basic blauwe meegenomen. Ik dacht, dan heb ik er gewoon weer eventjes 2 bij. Weet je, is gewoon handig. Dan als er eentje in de was zit, dan heb ik gewoon nog even eentje die ik kan gaan gebruiken. Alles gaat hier inmiddels glijden. Dan heb ik nog een Glysolid Classic. Classico meegenomen. Dit is eigenlijk een soort vaseline, maar dan van het eigen merk. En ja, aangezien ik echt best wel veel last heb van droge lippen, vind ik het altijd wel fijn. Ik was wel benieuwd om deze te proberen, omdat het eigenlijk een soort dupe is van de vaseline. Eigenlijk het doosje is precies hetzelfde. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe deze bevalt. Hij zit verder dicht, dus ik kan hem nog niet laten zien. Maar dat zul je vast nog wel in een van de vlogs gaan horen. Dan heb ik nog een geurtje meegenomen. Dit is de Laia en Lenora. Dit is de Sweet Butterfly Eau de Parfum. Ik vind de parfums van de Action vaak wel lekker. Ik was hier eigenlijk wel benieuwd naar.
Hij ziet er vrij zoet uit, maar dat weet ik dus niet. Want je kan niet ruiken omdat er geen testers zijn. Er zit wel 50 milliliter in. Dus ik ben wel benieuwd of dat deze lekker gaat ruiken. Ja, anders heb ik pech. Weet je, het is gewoon een probeerseltje wat je dan moet doen. Bij de make-up afdeling haalde ik nog een aantal oogschaduwpaletten. En allereerst hadden ze een nieuwe van Fab Factory. Dit is de 9 Color Complete Eyeshadow Palette. Met deze. Dit is een, je ziet het een beetje zilver. Dit soort kleurtjes zitten erin. Ziet er wel heel erg leuk uit, moet ik zeggen. Ik kan hem wel even openmaken. Kijk, en dan zie je hier de kleurtjes. Ik vind deze paletjes wel heel erg fijn. Dus ik was wel heel erg benieuwd toen ik een nieuwe zag hoe deze zou zijn. Dus die vond ik er wel heel erg leuk uitzien. Dus allereerst die. En dan hadden ze ook een gouden variant van. En deze bevat dit soort kleurtjes. Dus die ziet er zo uit. En die vond ik ook wel heel erg mooi. Dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe het pigment van deze paletjes zijn. De laatste die ik heb getest vond ik eentje heel fijn. De andere iets minder fijn. Dus ja, ik blijf het toch wel leuk vinden om te proberen. Dus nou, we gaan het gewoon zien wat het gaat doen. En ik heb het nieuwe paletten meegenomen. Dit is het nieuwe paletten van Max & More. Namelijk het Soar paletten. En dit is een oogschaduwpaletten met dit soort kleuren erin. Ja, ik vind die oogschaduwpaletten zo fantastisch. En toen ik zag dat ze een nieuwe hadden, was ik ook wel reuze benieuwd hierna. En deze heeft dit soort prachtige kleuren erin zitten. Ja, ik word er wel helemaal blij van. Je hebt matte kleuren, maar ook shimmers. Ja, ik werd helemaal blij toen ik het paletten zag. En ik was ook heel blij dat ze hem al hadden. Dus ik heb hem direct in het mandje gestopt. Dus daar ben ik ook super blij mee en super benieuwd naar. Nou, dan waren dit alle spulletjes die ik bij de Action heb gekocht. Ik ben zelf weer super blij met de aankoopjes. Ik was ook heel gelukkig toen ik de nieuwe make-up zag. Ja, daar werd ik gewoon heel blij van. Ja, eigenlijk ben ik met alles gewoon weer blij wat ik heb gekocht. Ja, anders neem ik het natuurlijk ook niet mee. Maar ja, ik vond het toch wel heel fijn om nog eventjes door de Action te wandelen. Om helemaal, omdat je weet dat het nu natuurlijk voorlopig even niet kan. Dan wist ik dat natuurlijk op het moment niet dat ik naar de Action ging. Ik baal wel van mijn stofzuigerzakken dat ik niet beter heb opgelet. Maar goed, ik ga gewoon eventjes de bonden bij bewaren. En wie weet, zodra de winkels weer open gaan, dat ik ze alsnog eventjes kan omruilen voor de juiste. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. Dat kan door op het rondje van mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En ik wil jullie natuurlijk ook nog hele fijne kerstdagen wensen. Dus bij deze. En ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!